Vandaag is een hele speciale dag, want de kleine Sammy die mag van de intensive care af naar een ziekenhuis dichter bij huis. Dat is natuurlijk niet zomaar een autoritje, daar komt nog heel wat bij kijken. Vandaag mag ik mee om te kijken hoe dat gaat. Zo, goeiedag. Hallo, hallo. Nou, dat is een spannende dag. Ja, zeker. Ja. Waarom ligt Sammy hier? Hij is een paar weken te vroeg geboren. Ja. Of 3 maanden eigenlijk te vroeg. Dus ze hebben hem goed opgevangen in het VU in de eerste instantie. En toen ging het zo goed en is hij naar Alkmaar verplaatst. Dus we waren hartstikke blij. En daar is hij uiteindelijk nog een keertje ziek geworden. En nu ligt hij hier. Een paar weken. Vandaag mag je weer naar Horen. Dus gaat alle ziekenhuizen gaat hij af. Ja. De kleine achtbanen waar jullie in hebben gezeten dan. Ja, ja, echt waar. Ja, je gaat op en neer inderdaad. Ja. Even kijken. Zo. Het is een goede dag, want ze laten hem natuurlijk niet zomaar gaan. Nee. Alles is nu oké. Wat is nu nog het meest spannende eigenlijk? De rit, hè? Als je straks in Horen komt, hoe die er dan bij ligt. Dan ben je bang dat hij toch weer even stopt met ademen. Of dat hij zo moe is dat hij misschien wat extra ondersteuning nodig heeft en zo. Nee, dus het is een beetje dubbel, want je mag dichter naar huis. Ja. Maar het is ook wel spannend. We hopen dat alles goed gaat. Ja. Dan gaan we ons zo klaarmaken voor vertrek. Ja. Mogen jullie weg hier? Het ziet er wel heel high-tech uit allemaal. Ja, nou, dit is dus een van de nieuwe innovaties van de afdeling. Het is een couveuse waar eigenlijk alle apparatuur op zit. Dus we kunnen kinderen beademen, we kunnen medicijnen geven onderweg. Als er onderweg problemen zijn, kunnen we daarop handelen. We hebben een grote koffer mee waar alle benodigdheden in zitten die we nodig hebben. En we kunnen het kind dus goed in de gaten houden omdat we in de ambulance naast de brancard zitten. Een geoliede machine dit. Ga mee, ik ga mee. Mag ik erin gaan zitten? Emir, klaar voor? Zeker weten. Dames, klaar voor? Zeker, yes. In een noodsituatie? Noodsituatie, dan zeggen wij direct tegen de chauffeur dat hij aan de kant moet. Want wij kunnen niks, wij moeten ook in de gordel blijven zitten. En wij gaan aan de slag bij de kind, wat we op dat moment moeten doen. Zo, dat ging helemaal goed. Ja, ik ga hè? Ja. Nou, welkom Sammy. Dankjewel. 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 Super gaaf, dames. Dank dat ik mee mocht. Graag gedaan. Jij bedankt, hè. Graag gedaan. Mooi werk, hoor. Alles goed gegaan, hoor. Kom verder, kom verder. Alles ging goed, geen bijzonderheden. De hele rit geslapen. Sorry. Fijn om mijn eigen kamer te hebben. Ja, ja toch? Ja. Succes, dankjewel dat ik mee mag lopen vandaag. Dankjewel. Hé, Sammy, zet hem op hè? Ja, zegt Piet. succes, jongens. Deze dag heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt. Ontzettend veel respect voor deze mensen die onder enorme hoge druk een kopje erbij moeten houden. Nog logisch na blijven denken voor wat ze allemaal moeten doen. Als het echt gaat om het redden van levens. Gaaf om mee te maken. Maar je ziet ook wel, denk ik, dat het dit niveau moet hebben en ook behouden. Zodat die mensen hun werk op deze manier kunnen blijven doen. Erg dankbaar dat ik dit heb mogen zien vandaag.